Nemen op deze computer. Yes, the recording is progress. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Morgen allemaal. Aden is ook weer bij. Hartstikke mooi. Henk is er ook bij, geloof ik. Hey, kijk, Henk is er ook weer. Ja, Ja. zit er niet in Nieuwegein, hè? Want ja, Nee. het begint 10 uur open en de beurs is dicht. We dachten, nou ja, om dan voor een paar uur erheen te rijden, dan zijn er weinig loges. Zeker, dan ben je met middaguur. Het middaguur is natuurlijk helemaal niks los als Amerika dicht is. Dus Nee, dat dacht is... ik, gaan we even een ochtendje jullie volgen, hè? Nou, Doe dat je is goed. hartstikke mooi. Ja, maar goed, hier geldt hetzelfde. Er is niet veel beweging natuurlijk. Nee, het is gewoon een rustig dagje. Wordt Ja, eigenlijk ja. gewoon... Ik treed verder niet vandaag, hoor. Nou ja, Nee, kijk, ik... als er signalen zijn, kunnen we kijken. Want de Duitsers zijn wel gewoon open. Die gaan altijd Ja, door. klopt. Tuurlijk, Tot de ja. laatste seconde. Dus misschien kun je even mensen meenemen, Leon, naar ja, de stand van zaken met monitor. Hè? De signalen wat wij op let met daytrading, dus de voorwaarden. En dan kunnen we, pak ik zo wel even over. Is goed. Goedemorgen allemaal. Ik ga jullie even uitleggen hoe onze strategie werkt van Monitorwork. Wat een geldig koopsignaal is en wat een geldig verkoopsignaal is. Een geldig koopsignaal is dus een oranje pijl, oranje PMA, een rood gebied en geen bolletje. Dus dit zijn geldige koopsignalen. Die je hier dus ziet, deze pijlen. Deze pijl heeft een bolletje, is dus geen geldig verkoopsignaal. Dus geen koopsignaal, maar het is een verkoopsignaal. En hier hebben we een blauwe pijl, een blauwe PMA. Ik heb hier nog geen groen gebied. Hier dus wel. Dus een blauwe pijl, een blauwe PMA, een groen gebied en geen bolletje. Dat is een geldig koopsignaal. Daar zijn wij dus heel erg precies in. Je moet ook exact de strategie volgen. Dan hebben wij hier ons toetsenbordje. Dat is een buy market en de sell market. Dat zijn twee knoppen die wij dus niet gebruiken. Een buy stop en de sell stop. De stop knop. En dan met deze knoppen leg je dus de stop los, verder weg of dichtbij. Meestal dichterbij. De buy stop wil zeggen dat je deze order inlegt, maar dan altijd krijg je 3 punten extra ruimte. Dat noemen we de stop room. Dus dat wil zeggen, wanneer dit een signaalcandle is, dan heb je hier dus de low van 18.122,90, wordt 123, minus 3 punten. Dan komt je order op 120 te liggen. Dus op deze hoogte. Precies op die gele lijn. De stoproom wil zeggen plus het aantal punten die jij hebt ingevuld. Daar komt de order te liggen. Hier hebben we een time left. De time left geeft dus het wegtikken van de candle aan. Het wegtikken van de seconde zo, net zo lang totdat de candle klaar is. Wij handelen altijd op candles die klaar zijn. Dus met andere woorden, dat de time left op 00.00 staat. Niet eerder, want dan weet je ook zeker, de pijl blijft staan of niet. Het bolletje is weg of komt terug. De PMA blijft oranje of blauw, maar niet dat op en neer bewegen van blauw, oranje, blauw, oranje. En dat ge gebeurt. Gedurende de opmaak van een candle. Dus de candle moet klaar zijn en dan pas komen wij in actie. Dan hebben we hier nog lijnen, de resistance 1, de yesterday high, de daily open, de pivot point, de S1 en de yesterday low. Dat zijn dus lijnen die automatisch elke ochtend bij het openen van de markt worden neergezet. Dat wil dus zeggen hier bij de F van Frankfurt open. Komen deze lijnen automatisch te staan? Dat is gewoon een berekening, daar hoeven we verder niet naar om te kijken. Dan hebben we hier de ronde getallen. Die kun je dus zelf instellen. Of je wil alleen honderdtallen of duizendtallen, dat is iets naar eigen smaak. Wij geven wel een richting aan
Maar het is natuurlijk zoals gewoonlijk geen financieel advies. Je moet het gewoon de strategie uitvoeren. Even zien. Hieronder hebben we dus nog onze Monitorwork MT-indicator. Deze volgen wij dus. Rood gebied. Hier ontstaat dus het groene gebied. In een groen gebied gaan wij nooit short. In een rood gebied gaan wij nooit long. Tot zover even, Jan-Robert. Oh, en dan hebben we nog de 5 minuten en de 15 minuten. Die moet ik natuurlijk niet vergeten. Dus we zien hier dus de 1 minuut op ons scherm. En dan rechtsboven heb ik de 5 minuten. Rechtsonder hebben we de 15 minuten. Deze geven gewoon een. Op een hoger timeframe geven ze, als je hier op dit vierkantje klikt, zie je, heb je gewoon een beeld van wat heeft de markt gedaan de laatste dagen of uren, net hoe je hem dus hebt ingesteld. Tot zover even. Jan-Robert wil waarschijnlijk zijn presentatie nu gaan oppakken. Dus Ja, Jan-Robert, de floor is yours. dankjewel voor de goede uitleg op de basis. Wil ik vooral iedereen ook danken voor de deelname via Facebook. Die aantal deelnemers binnenwandelen. In principe hebben wij elke woensdagochtend om 9 uur trainingssessie met uitleg over daytrading. Wat Leon zei, het is puur educatie, geen financieel advies. En vandaag wil ik jullie meenemen naar. Ja, de psychologie van de winst nemen. Want ja, ze zeggen wel eens van winst nemen is nooit iemand armer geworden. Maar ik zeg ook altijd niet rijker. En de truc is natuurlijk om de juiste momenten winst te pakken. Maar goed, er zit een heel stuk mee aan omheen. Jullie zullen wijzen dat ook via Facebook actief kan mee worden gedaan. Stel ook gerust de vragen al daar. En hij zou ook een mededeling ook van als jij net binnen bent gekomen, of welkom natuurlijk. Vraag jezelf altijd in muten, of anders gaat Leon jou in muten, want het is niet de bedoeling om hier dan ook een microfoon te hanteren. Maar je mag wel uiteraard de vragen interactief stellen in de chat naar iedereen. Nou, hartstikke mooi. Even kijken, ik zie hem al bekende trouwens. Wie van jullie heeft het MTW-systeem nog niet? En die er wel heeft, een jaartje natuurlijk. Degene die dit heeft, die het niet heeft, niet. En degene die het systeem heeft, ja, mag je ja zeggen. Dan moet ik even even de overheid aanzetten. Het is altijd leuk met Zoom, dan wordt er overal neergezet. Yes. Overigens, als je een sessie mist, je kunt altijd de opname terugvinden via Facebookgroep. Doe daar gerust aan mee. En de opname kun je ook terugvinden via de opnames die we naderhand op YouTube zetten. Dus bij deze. Even kijken. Ga ik scherm 2 even inzetten. Nou, ik heb, als het goed is, het scherm van de Beeks Monitor Work Daytrading Show in beeld. Bij deze de introductie over de marktanalyse, training, DAX, psychologie van winst nemen, gaan we een stukje hebben. Maar mocht er een training opportunity zijn, althans als er een signaal is, trek gerust aan de bel, Leonne. Dan moet je gewoon zeggen, er komt een signaal aan. En pak dan ook even het beeld over. Want dan kunnen we ook zien wat jij wilt laten zien. Dus ook welkom natuurlijk jij, Leonne. En ik zag ook Henk Lambeau op de achtergrond. Dat is heel mooi. Ik zie dat, ja, wat speelt er vandaag in de markt? Dus ja, wat zijn eigenlijk de belangrijke factoren die de markt kunnen beïnvloeden vandaag? Nou, vanuit Amerika, vanwege de bankholiday, wilden weinig tot geen actie verwachten. Toch, er is natuurlijk wel wat loos in de wereld. En die alternatieve factoren kunnen spelen van belang. En als we dus specifiek gaan kijken naar de macro-economische factoren, bij forexfactory.com, dat is de site die je hier ziet. Check dan altijd even de kalender, dus forexfactory.com/kalender. En als je goed ziet, zie je dus ook de datum, hè, 19 juni.
Hier, en dan heb je het tijdstipje. En dan heb je ook Pluta. Nou, een paar niet, maar wel de Pluta-zone. Dus NZD is New Zealand dollar. Dus dat was dus een melding van de current account. Dus als je dus in Kiwis handelt, dan bijvoorbeeld heel vroeg in de ochtend. Nou, dan weet je in ieder geval dat om 12:45 vannacht Nederlandse tijd dan cijfer uitkomt. Nou, als er een geel fabriekje staat in het midden, dan is het niet zo belangrijk. Om 8 uur was er vanuit Engeland, de GBP, was er een cijfer CPI, dus een Consumer Price Index, year on year, dus op jaarbasis. En dat is wel een rood fabriekje en dat geeft dus aan dat het wel een hoge impact heeft. Maar voor de rest, ja, zien we in de eurozone, ja, niet zo heel veel. We hebben 10 uur current accounts, lopende handelsbalans. Nou, niet zo heel erg, niet zo heel erg spannend wat dat betreft. Dus voor de rest weinig actie in de taxi. Maar desniettemin, check altijd voor jezelf de cijfers. Wat ook belangrijk is om te melden, volgens mij, is dat normaal gesproken zijn om 4:30, of 4:30 zijn er. Ja, het zijn er wel macrocijfers, maar die worden dan opgeschoven. Ook de oliecijfers waarschijnlijk, maar die staat er niet op. Om 4 uur PM zie je dus een geel fabriekje. Dat is een soort huizen association. De Housing Market Index die staat op 45 vorige keer en wordt verwacht 45. Dat is het enige wat je dan kunt verwachten om 4 uur. Maar goed. Overigens is het zo dat het is een bank holiday. De spotmarkt is waarschijnlijk dicht. Maar het is wel zo dat de Nasdaq handelbaar is, zeg maar. De DAX is ook handelbaar. En die is sowieso wel open natuurlijk, de DAX. Maar de Nasdaq, die zag ik ook bewegen. Dus daar heb je ook gewoon koersen van. Ik weet niet wat de spread daarvan is. Ik weet niet of die spread ook normaal is. Maar let ook even op die spread inderdaad. Nou, hier zien we dus de belangrijke key levels van de DAX van afgelopen dagen. Nou, je ziet dus in de afgelopen dagen best wel een ja, behoorlijke daling. Dat we richting dus 18.000 zijn gezakt ongeveer. Maar dat is een belangrijk key level. En Leon had het over de ronde getallen. Als je heel goed oplet, heb je dus 18.000, 19.000 en 20.000 bijvoorbeeld. En volgens mij was gisteren ook Nasdaq iets omhoog gegaan of iets ervoor. Richting de 20.000 werd hij net wel of niet aangetikt. Het zijn meestal ronde getallen die als magneten werken als steun- of weerstandsniveaus. En dat is ook interessant. Nou, in ieder geval, we hebben een kleine uitleg gegeven over Monetary Policy System. Hier komt het op neer. Dit zijn de basisregels die je gewoon op de achterkant van een B-fieldje kunt schrijven. De koopsignalen, longsignalen. Nou, dat zijn dus niks meer en minder dan een blauwe pijl, een blauwe PMA. Vaak is het gewoon samen, dus eigenlijk een blauwe pijl. De groene indicator onderin, de MT-indicator, en geen bolletje. En bij een shortsignaal is het net andersom. Dan moet je kijken naar een oranje pijl. Nou, ook met de Europese kampioenschappen. Focus dan ook op de oranje pijlen. Maar niet negeren. En dan moet ook een oranje PMA zijn, die vloeiende lijn die er doorheen banjerde. En onderin een rode indicator hebben en onderin geen bolletje. Dus dat betekent eigenlijk, het bolletje noem ik ook altijd dat het rem erop of eraf komt. Want als we hier gaan kijken, hier heb je dus een blauwe pijl links. En dat komt er net overheen met een ja, bolletje. Hierboven heb je een koopsignaal, dat zou een helder signaal zijn. En dan heb je dus dat iets doorloopt. Wat ook belangrijk is om te melden, is dat hier wordt een koopsignaal gegeven. En die krijg je pas later weer als het toevallig een Ja, Robert, tegenstelde. er komt een signaal aan. Komt een signaal aan. Kijk, op onze wenken bediend. Dus ik weet niet of jij het scherm even kan nemen. Dus dat zou mooi zijn. Zie je dat? Nee, je moet het scherm delen, hè? Altijd. Oh, dat heb ik toch net gedaan? Nee, maar altijd als wij van actie wisselen, zeg maar. Ja? Ben ik zo meteen te laat? Als het goed is, zie je nu het scherm. Ja, Oké. dat Dit klopt. is een geldig signaal. Hier heb je een oranje pijl, oranje PMA. Op dit paarse lijntje leggen wij onze order. Dat is, ik ga hem eerst neerleggen voordat ik te laat ben en dan leg ik het wel weer verder uit. Kijk, dit paarse lijntje ligt dus precies met een stoproom van 3 punten
onder deze signaalkendel. En daar gaat het om. Ik heb dus een stoproem van 3 punten ingesteld. Dus je hebt 2 SS-orders. En dan zie je hier dus de low op 18.100, 3 punten daaronder. Dat is dus 18.097. En dan zul je dus zien dat ze daar precies onderop liggen. 18.097. Dus dan wachten we even tot deze order mijn winstpunten brengt vandaag. Een mooie mindset in ieder geval, dat is altijd goed. En je Ja, hebt altijd verlies sowieso. accepteren we niet meer, hè? Nou ja, verlies steeds hoort erbij. Dat heb je altijd. Je kunt niet 100% score hebben. Hey, En snap ik ook. Dat snap alleen ik ook wel. je moet het verlies beperken. Dat is altijd belangrijk. Nou, ik heb dus 2 orders in liggen. Wanneer 1 order op 3 punten winst staat, dan pak ik deze punten winst. En dan sleep ik dus de stop los van mijn tweede order, sleep ik dan naar de groene stippenlijntjes. Leg ik er precies onder. Nou, ik pak 1 order winst en dan leg ik dus deze stoploslijn. Schrijf ik ook alvast wat verder door. Nou, de eerste 5,8 punten zijn binnen. Dus dat is Juist. mooi. En wat Leon nu heeft gedaan, is dat zij de stop los, hè, de rode kippenlijn, die is naar beneden gezet. En die kun je ook nog handmatig met de SL-button naar beneden aan de rechterkant van de stopknop per punt naar beneden zetten. Dus dat is Ja, mooi. Nou, dan heb je. met die groene knop gaat hij omhoog, zoals jullie zien. Met die rode knop gaat hij naar beneden. Ik heb een take profit op 15 punten staan. Hij mag voor mij gerust eventjes verder doorzakken. Maar in ieder geval naar de S1-lijn. Roels vraagt hoeveel waarde vertegenwoordigt 1 punt? Dat is 1 euro. Want de DAX noteert in euro's. En als je een lot size 1 hebt, dan is dat 12,8, in dit geval $12, €12,80. Doe je een lot size van 10, is dat 1228. Dus dat is gewoon een multiple die je zelf instelt. En dat is afhankelijk van hoe je zelf in de wedstrijd zit. Voel je goed, kun je wat groter handelen. Voel je wat minder, dan handel je wat kleiner. Ik pak deze punten, denk Oké. ik. Okay. Hartstikke mooi, 5,3. Om 5,3, 5,8. Dan heb je dus, even kijken, 11,1, hè? Dus ruim 11 punten. En wat je ook trouwens belangrijk, je zag dus dat zodra dus Leon een trade had gedaan, kon ze in de min. En ik had ook iemand die net begon, die zei: waarom begin ik altijd in de min? Nou, dat is namelijk de spread van de broker. Dat zijn de kosten. En het mooie van FX Flat is: daar heb je alleen geen commissie. Je hebt nul commissie, wel de spread, want het moet wel ergens van leven natuurlijk. En ze kunnen ook niet kosteloos gratis koersen meeleveren, het platform meegeven, het moet allemaal betaald worden. De servers en de servers natuurlijk ook van FX Flat. En alles daar staat. Min 1,2, dat is op de DAX een spread die dan moet goed worden goed gemaakt. En dat is ook pro rato. Dus als jij een lot size 1 doet, heb je dus €1,20 min. Nou, staat er 0, dan is dat 1,20 goed gemaakt. En iemand zei, maar dat is toch veel te hoge kosten? Nee, want als jij 10 punten hebt, dan heb je minus 1,20. Geen vaste kosten. Heb je €30 winst, heb je minus 1,20. Dat is 28,80. Dus dat is niet per percentage, dat is gewoon een vast gegeven. Dus dat is wel mooi om te weten. Even kijken hoor. Dus, dat was een mooie trade. Dus een mooie binnenkomer, Leon. Je hebt wel een wijntje verdiend nu al. Dus, of is Ik het nog hou te het vroeg bij ervoor? koffie, is dat goed? Oh, koffie mag ook of thee. Ja, precies. Maar ik vind wel, je moet altijd iets vieren. En ik heb ook Henk Lambeau gezien vorige week nog met zijn boekpresentatie. Superleuk. En Ja, wij zorgen ik altijd. vier ook altijd iets. Ik heb van de week een cadeautje gekocht voor mezelf. Dat is ook altijd goed. Beloon jezelf. Het boek van Henk. Oké, okay, dan laat maar eens zien.
Even wachten, dan moet ik even. Kijk, het ligt bij me. Normaal gesproken, gisteren had ik het op mijn nachtkastje liggen. Maar Ja. zie je? Kijk. Treden. Treden is simpel en moeilijk. Kies hem. En moeilijk. Het is hem. Ja, en heb ik straks nog, wil ik straks nog even Henk Lambeau het woord geven, want hij heeft het boek geschreven ook voor een goed doel. Eerst onder de opbrengst voor de eerste 100 boeken gaan voor een goede doel. En mooi is dat Henk ook helemaal net als jullie nieuw zijn begonnen als ondernemer, ex-ondernemer. Wel, heeft hij wat aandelen gehandeld vroeger. Maar toen hij zijn bedrijf heeft verkocht, heeft hij later boeken geschreven, ook aan de hand van zijn reis. Want het is niet zo dat je nu begint met het MTW-systeem of een ander systeem, dat je binnen 2, 3 maanden super winstgevend wordt. Het is een proces. En je weet dat ik ook een boek heb geschreven natuurlijk over daytrading. Crypto-trading, over 14.000 boeken verkocht inmiddels. En heb ik meer over de technische zaken, hoe je dan kunt handelen. En Henk Lambeau heeft namelijk het boek geschreven. Met betrekking tot meer de psychologische aspecten ervan. En dus supergoed met een bril, ja, letterlijk en figuurlijk, van een trader die van zero to hero is opgeklommen. Dus maar goed, dat is even voor jullie. Denk je, wat is het, een soort telcelverhaal? Nou, het is in ieder geval geen telcelverhaal, maar het is een goed boek voor een goed doel, waar iedereen wat aan heeft. Dus voor straks wil ik jullie daar graag voor uitnodigen om dan het verhaal van Henk te laten horen. Maar niet voordat ik even natuurlijk de presentatie afrond. En mocht er weer een leuke trade voorbij komen, Leon, je mag altijd inbreken. Ja. Dankjewel. Ik heb even kijken, de PowerPoint. Die staat voor mij nu wel gereed. Hè? Dat heb je nu dus. Dat is mooi. Dus let op met nakelzout, ook een belangrijk iets. Handel je bijvoorbeeld in de Kiwi, wat ik zei, in de New Zealand dollar. Maar dan moet je oppassen dan om 1:15 s'nachts. Dan had je uit de visite moeten zijn of weten dat er dan iets gaat gebeuren. En dit is dan ook een voorbeeld. Je ziet als het goed is, met een arendsoog zie je ook een soort dipje om 15 uur 30. Dat is dan server time, oftewel 14 uur 30 is dat geweest. 14 uur 30 is dat, kijk, in Amerika een cijfer geweest. Dan zie je een plopje. Boom, in één keer klopt naar beneden en gelijk omhoog. En wij zeggen ook altijd, ga niet eigenwijs doen. Ga niet in de markt. Dan kom ik denken, ja. Je moet in de markt als er cijfers zijn. En dat was ook een misvatting van mezelf toen ik vroeger handelde, ook als student in aandelen. Ik dacht, je moet namelijk op cijfers gokken. Dat is niet zo. En ik handelde toen met hoogovens, dus nu Corus volgens mij, hoe heet dat, Tata Steel. En toen heb ik ook op cijfers gegokt. Het ging ook niet goed. Ik heb toen gehedged en weet ik veel wat wel uitgekomen, maar het was niet fijn. Maar dat is niet zo. Dus wij zeggen ook altijd, als er cijfers zijn, dat kun je van tevoren zien op forexfactory.com. Nou, je ziet ook dat in deze grafiek het cijfer is geweest. Boom, ging ineens hard naar beneden. Sommigen zeggen heel doodleuk. Ja, dan leg je toch een telstop in aan de onderkant en een buy stop aan de bovenkant. Nou, het probleem is, rond cijfers heb je heel vaak de spread waar ik het over heb gehad. Dan kan het best zijn dat market makers niet 1,2 stellen, hè, de spread, maar dat hij op 3 komt. En ook de slippage. Als je in een val naar beneden zit, je moet het kopen, ja, dan krijg je slechtere prijzen. Dus ga dat niet opzoeken. Dus dat is ook even mijn boodschap. Pas goed op met macrocijfers. Dus ga altijd kijken als de cijfers zijn geweest na een paar minuten of dan de markt genormaliseerd is. En dan kunnen we verder. We hebben een trader dashboard ontwikkeld. En Leonne die klikte dus heel handig met die buy stop en die sell stop. Deze twee buttons aan de rechterkant om de stoporders in te zetten. Van tevoren zet je van tevoren de take profit en stop losses in. Hè? Dan is dan dit gedeeld door 10 eigenlijk, of het aantal punten wat je wilt halen, 15, dan moet je maal 10 doen. IT's hebben dat zo bedacht, waarom weet ik niet. Maar goed, dit take profit is 15 punten, 15 euro op één contract. Stop loss van 15 euro op één contract. Stop room, wat Leon zei, 3 punten. Nou, als je zegt, ik vind dat veel te onzin, ik wil stoproom van 2 doen, dan doe je 20. Alleen je moet altijd rekening houden met de spread. Als de spread van de DAX 1,2 is, dan moet de minimale waarde van de stoproom 1,2 zijn. Dus dan zet je daar 12 neer, 13, 14. Lot size, dit is belangrijk. Dit is het ordergrootte van de DAX bijvoorbeeld in één contract. Percentage, dat kun je alleen toevoegen en toepassen voor de Forex.
En als je daar een percentage doet van 0,5%, een 0,5% qua risico, dan berekent eigenlijk, dan moet je de lot size op nul zetten. Dan berekent het systeem automatisch hoe groot dat je mag handelen. Dus dan hoef je de lot size zelf niet handmatig aan te passen. Dus wordt je account groter, groter, dan ga je groter handelen. Wordt je account groter, kleiner, dan ga je automatisch klein handelen. Werkt alleen voor de forex, dus euro, dollar, de kiwi, dus New Zealand dollar, de Aussie, cable, de pond dollar. En niet voor de DAX, niet voor de indices, geen goud, geen olie. Dus dan moet je altijd het percentage nul zetten en lot size op 1. Ik zie een vraagteken volgens mij. Roel zegt, is het systeem ook toepasbaar op crypto's? Ja, dat kan Roel bij bepaalde brokers. En dat is zeer zeker toepasbaar. Moet ik wel eerlijk zeggen, bij FX zou ik het niet doen, omdat dat de pret te groot is. Maar dat is zeker toepasbaar. Leuk dat je ook weer aangeschoven bent virtueel deze keer. Ik vond het super leuk om jou te hebben gezien. Eerder natuurlijk. Fantastische kerel. Hartstikke mooi. En gaan we kijken. Dus dit is dan wat je van tevoren inzet. Nou, en je hebt ook gezien dat Leon het dus op een gegeven moment de trade deed. En handmatig de stoploss aanpassen. Dat is ook een belangrijk gegeven. Weliswaar heb je een stoploss van 15 punten of 15 euro, zeg maar. Maar dat is niet rigide. Je moet ook altijd die stops op een loog niveau zetten. En dat zet je op een bepaald niveau. Trek je aan. Leon heeft ook een stelregel. Als je 3 à 4 punten in de plus staat op die DAX bijvoorbeeld, Nasdaq, zet je de take profit op break-even. Nou, nu ging het goed, Leon, hè? Dan had je dus een mooie trade gedaan, break-even gelegd en de markt daalde. Heel vaak komt het voor, en dat is het frustrerende, dat je dan de order op break-even hebt gezet, dan wordt hij dan net uitgetikt. Maar het gaat dus niet zozeer om dat je wordt uitgenokt. Ja, het is natuurlijk zonde dat je een break-even uitgaat. Maar het gaat wel uit dat je dus strak handelt op de juiste signalen. En dat jij niet de. Dat je dus niet zomaar wat doet. En ik denk, nou weet je wat, ik heb toch een stop van 15. Je laat hem lopen. En je moet conservatief handelen wat dat betreft. Dat zie je net als Europees voetbal ook. Je moet 100 keer op het doel schieten. En gaat er 2 van de 3 keer gaat een beetje in. Nou, misschien met trade is wat meer natuurlijk. Dan heb je een succesratio wat hoger is. Zeker met aan de hand van het systeem. En gaan we kijken naar. Ik ga toch even wat spieken. Naar de vragen, volgens mij. In de Facebookgroep of daar een vraag op is gekomen. Hans zit er ook in. Mooi, Hans. Stel ook gerust de vragen. Dus dat is mooi. Maar de psychologie van trading. The importance of psychology in trading. Nou, we hebben dus 1, 2, 3, 4, 5. Emoties in trading. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Emoties goed neerzetten. Mindset in trading. Nummertje 2. 3, tradingplan hebben. 4, self-awareness. En 5, seek professional hulp. Professionele hulp. Dat klinkt dramatisch. Maar zoek dan dat je gewoon met onvoorwaardelijk contact treedt. Voor hulp en coaching, dat soort dingen. Nou, het belangrijkste, het mooiste is dat nummertje 1 en 2, dat zit echt in jou. Daar moet je gewoon zelf aan werken. Dat is een proces. Dat zei ik, dat ga je niet in één dag of 1, 2 maanden leren. Daar kan Henk Lambo straks alles over vertellen. Tradingplan. Maak het niet al te ingewikkeld. Als je ons systeem hebt, je hebt al een tradingplan. En dan 4 en 5, nou, dat spreekt voor zich. En ik had even een tipje van de sluier opgelicht van Henk natuurlijk. Nou, niet Henk zijn sluier, maar de inhoud van zijn boek. En wie wil straks, mag je even een ja of nee zeggen, wie wil straks iets meer weten over het boek van Henk? Dan wil ik Henk straks in de laatste 10 minuten nog wat podium geven, zeg maar. Als je het leuk vindt, als het mag, Leonne. Van mij wel. Zeker. En Mag dan, rust. precies, want we hebben nog een sessie te gaan om te handelen. We hebben nog wat vragen voor jullie. En dan heb ik hier bijvoorbeeld een thema, eindelijk dan, hè, psychologie van winst nemen. Dit zijn allemaal facetten, fear, greed, loss en profit. Dat draait om hebzucht en angst, winst en verlies. En dat zijn maar puzzelstukjes, die moeten goed vallen. Je moet zelf aan jezelf werken ook. Dat is heel belangrijk en dat je daar dus ook naartoe werkt. Dat je daar aan werkt en dan word je vanzelf een
CPT, of Consistent Profitable Trader, heeft Hengelum heel veel over. Dus met kostelijke bloed, zweet en tranen. Nou, de psychologie van de winst nemen. Ik had al gezegd, van winst nemen is nooit iemand armer geworden. Nou, de psychologie van winst nemen bij traden omvat verschillende emotionele als cognitieve factoren. Ik weet niet of Arie ook erbij zit. Zijn weer met de biases. Die jou als trader beïnvloeden wanneer je beslist om positie te sluiten en om winst te realiseren. Nou, ik zal een aantal aspecten behandelen. 1. Wees niet bang, er zijn geen 100 slides, zijn een aantal slides, stuk of 9, denk ik. Emotionele reacties. Je hebt dus vreugde en tevredenheid. Het realiseren van winst kan gevoelens van vreugde en tevredenheid oproepen, wat een positieve versterking kan zijn. Nou, we hebben toevallig net winst genomen, Leonne. Wat gaat er door je heen? Het is gewoon fijn om zo'n sessie te beginnen met een paar goede punten winst. Om te laten zien dat gewoon als je het systeem exact volgt, dat is een euforie. Dat is gewoon, hé, yes, ja. Goed. Absoluut. Dus daar ben je blij om. Het is gewoon heel simpel. Het is simpel. Ja, absoluut. Nou, absoluut. Maar je moet wel met beide beentjes op de vloer blijven staan, natuurlijk. Nou, Tuurlijk, tuurlijk. angst voor verlies. Hè. Als trader kun je winst nemen uit angst dat de markt zich tegen jou keert en dat de winst verdampt. En deze angst kan je toe brengen om te vroeg winst te nemen. En aan de andere kant, de hebzucht dus, hè. Soms kun je aarzelen om winst te nemen en loop op nog grotere winsten. Dat kan ertoe leiden dat je het lang vasthoudt aan een positie en uiteindelijk winst misloopt of zelfs een verlies leidt. Nou, bij ons zit dat dus in het systeem ingebakken dat als je dus een positie hebt en je hebt winst, nou, dan kun je natuurlijk zelf, wat Leon zei, ook een aantal punten pakken. Maar zeker als je dus een situatie hebt dat de markt verandert, hè, er staat een short, Leon zat short met een oranje PMA, als dan de markt gaat draaien, er komen bullish onderin of de kleur van die PMA gaat veranderen, dan weet je, hey, de marktsituatie is veranderd. Dus ik moet actie ondernemen en tegenstelde actie doen. Dus dan moet je eruit. Nou, cognitieve biases, hè, bevestigingsbias. Als trader zoek je eigenlijk naar informatie die jouw overtuiging bevestigt. Dat een groep mensen om winst te nemen en dan negeer je dan mogelijke tegenstrijdige signalen. Stel dat je dus een vrije val had en Leon had dus die oplos aangetrokken. Nou, en dan kun je dat Leon ook kunnen kijken van ja, je moet toch kijken of ik nog ergens hier naar winst kan nemen. Maar dan is het zo dat je dus, ja, zolang dus een signaal oranje is of je hebt al een positie met een mooie winst, dan kun je die ook traden. En dan kun je in ieder geval daarmee op een systematische basis handelen. Overmoed natuurlijk ook een cognitieve bias. Succesvolle trades, moet ik eigenlijk zeggen, kunnen leiden tot overmoed. Waardoor je als trader denkt dat je altijd op het juiste moment winst kunt nemen. Nou, met andere woorden, overmoed komt voor de val natuurlijk. Hè? Dus zorg dat je niet altijd overmoedig wordt. Daar kan ik ook verhalen over vertellen. Dat heb ik ook een paar keer verteld tijdens de seminars die we geven. 5 juli hebben we eerst volgende seminar weer. Mits natuurlijk voldoende deelnemers zijn. En anders schrijven we door. En dat is, ja, overmoed moet je niet doen. Er was iemand van Nederlands Elftal gisteren, die had ook iets over. En voor mij was het Verbrugge, de keeper. Die werd gezegd, die had een quote van Vincent Kompany, een succesvolle voetballer en nu trainer, coach binnenkort bij Bayern. Die had het over de euforie en, een beetje met voetbal ook, euforie en hebzucht, hè? Euforie en dus hypes en de negatieve dingen. Dus hij zei ook, je moet eigenlijk de hypes moet je temperen, maar ook de diepe dalen moet je temperen. En dat zou je ook helpen. Dus als je een tegenslag hebt, blijf gewoon gefocust en zorg dat je dat gewoon gaat temperen. Want anders heb je dus overmoed. Hè? Dus niet overmoedig worden, Leonne, dat je dan straks in de wolken loopt en allerlei rare dingen gaat doen. En ook als je één min treetje hebt, ga dan ook niet in een diepe put zitten. Wij trekken je sowieso wel altijd weer uit, natuurlijk. Maar, nee, maar dan moet je gewoon zorgen dat het winst en verlies wordt erbij, natuurlijk. En het ankeren, dat is ook een cognitieve bias. Het vasthouden aan een bepaalde winstdoelstelling kan je als trader beïnvloeden, wat zelfs dat de marktcondities zijn veranderd. Nou, wat is ook een winstdoelstelling? Nou, je kunt zeggen, ik wil bijvoorbeeld 30 euro winst hebben of 30 punten in zo'n sessie. Nou, Leon heeft bijvoorbeeld nu 11,1 winst binnengehaald. Nou, op een derde van de target bijvoorbeeld.
Nou, stel dat de winst op een gegeven moment 28 wordt. En dan moet je ook niet koet-koet-koet op die 30 blijven hameren. Nou, we hadden net die take-profit op 15 gezet, hè, Leonne. Je bent ook niet gaan wachten tot die 15 aangetikt. Want we stonden net op een winst van 9, volgens mij. Maar goed, toen keerde de markt een beetje en toen heb je die weer teruggehaald. Terugstichten noemen we dat. Dan heb je gewoon de winsten binnengesleept. Dus wees ook niet met een anker dat je daardoor wordt beïnvloed. Dat is heel belangrijk. Dus hartstikke mooi. Nou, ik zie voor deze nog geen vragen. Facebook pak ik zo even op. Slide 3. Strategische overwegingen, doelstellingen en plannen. Plannen, moet ik zeggen. Ik zit wel in een Engelse taal te spreken. Doelstellingen en plannen. Veel traders hebben voor een afbepaalde winstdoelstellingen exit-strategieën. En het hebben van een duidelijk plan kan helpen om emotionele bezittingen te minimaliseren. Dit is ook een stuk risicobeheer. Het nemen van winst kan onderdeel zijn van een breder risicobeheerplan. Waarbij je als trader je kapitaal beschermt en je portefeuille is gebalanceerd. Marktanalyse is natuurlijk heel belangrijk. Nou, kun je eventueel technisch. Fundamentele analyse zou ik niet zo heel zwaar aan tillen. Zeker als je een daytrader bent op 1 minuut basis. Wat ik wel wil toevoegen, als je fundamentele analyse toepassen, zou ik het meer hebben op het gebied van wat gebeurt er eigenlijk op het moment, hè, met macrocijfers. Dat is het allerbelangrijkste, want kijk, de oliemarkt kunnen we analyseren tot in ons weef met allemaal rapporten, weet ik veel wat, of jaarverslagen. Maar het heeft geen invloed op die 1 minuut. En daar leent ons systeem zich heel goed voor. Nou, dan heb je dus marktanalyses, heb ik net gedaan. Dus nummertje 4, invloed van verlieservaringen, pijn van verlies. Eerdere verlieservaringen kan jou voorzichtiger maken en je sneller doen besluiten om winst te nemen. Dus dat is ook een probleem. Dus omdat je dan angstig wordt, ga je te snel winst nemen. Want wie herkent dat wel? Heb je een positie ingenomen, nou, pak je snel winst. Want van winst nemen is nooit iemand armer geworden. Nou, en dan zie je op een gegeven moment dat je ziet dat de markt toch door is gegaan. Veel minder winst kan halen. Of herstel van verlies na een periode van verlies kan het realiseren van winst psychologisch bevredigend zijn en helpen het zelfvertrouwen te herstellen. Nou, over pijn. Ik geef een voorzet voor open doel straks voor Henk. Voor zijn tooltje. Henk heeft een fantastisch instrument, heeft hij. Dat gaat hij straks even laten onthullen. Dus blijf tot het einde zitten. Wat je kan helpen om jou beter te laten traden. En dat je de fouten eruit haalt. Want Henk had ook IT'tjes, impulsive trades heel vaak. Vanwege zijn oorsprong van de bloemenveiling, dat hij heel snel moest tikken. Dan had hij last van een trillende vinger. Nou, die trillende vinger hebben ze later ook in een soort dwangbuis gezet. Dus kon hij minder snel handelen. Maar dat is ook een hele mooie. Maar dat komt straks wel even te sprake, hoop ik. En nou, dan hebben we dus nog een paar slides. Dus vijf sociale invloeden en peers en mentoren. Invloeden van medetraders, mentoren en brede trading community kunnen van invloed zijn om timing van het winst nemen. Nou, misschien als je het positief betrekt. Wie van jullie handelt ook heel vaak nu met Leonne, met ons. Want we doen nu vrijwel dagelijks, ook voor onze coachingsdeelnemers, ondersteuning met daytrading. Dus dat je ook merkt, hey, ik neem nu ook op een beter tijdstip winst, of ik ga toch iets beter instappen. En wie kan dat ook even beamen? Kunnen dat beamen? Even kijken hoor. Dus dat mag je even aangeven. Roel, wij focussen ons vandaag op, hoe heet dat? Op de DAX. DAX. We gaan niet switchen, want daar hebben we liever geen tijd voor. Wat wel zo is, morgen om 14:15 hebben we met FX Flat een daytrading sessie rondom macrocijfers. En daar leent zich dat wel voor. Als het goed is, heb je ook een mail ontvangen. Krijg je nog een mail over FX Flat, van FX Flat, dat we dus morgen doen. Dus morgen 14:15 kan dat. Dus als je dat wil doen, dan kun je dat ook kijken. En anders volgende keer. Nou, in ieder Kwart geval, over. cool. Ja. Hey Jan Robert, 14:15 toch? Toch? Ja, 14:15, wat zei ik? Ik verstond 14:15. Oh, ja, is het zo? Ja, Nee, 14:15. Nee, 14:15. verstond ik. Maar goed, kan Nee, anders zijn. kwart over twee, dat bedoel ik ook. Ja. Nou, in ieder geval ook culturele normen. In sommige culturen kunnen specifieke normen waarden zijn
rondom het geld en het succes die invloed hebben op de huurtreden. Nou, dat zit iets meer dieper natuurlijk. Dat in sommige culturen geld is vies en sommigen zeggen van juist niet. Nou, dat kan allemaal van invloed zijn. Nou, dit is wel belangrijk. Zes, mentale vermoeidheid, beslissingsmoeidheid. Zorg dat je topfit bent. Na een reeks van complexe beslissingen kunnen steeds mentaal vermoeid raken. Wat je vermogen dus aantast om rationele keuzes te maken. En omdat dat dus kan beïnvloed worden. Nou, het begrijpen van dit kortom, dus bijna, het woord aan Henk. Bijna, dus het begrijpen van al deze psychologische factoren kan jou als trader helpen om bewustere, meer overwogen beslissingen te nemen over wanneer je winst moet nemen. Het ontwikkelen van een gedisciplineerde aanpak en het gebruik van een duidelijke strategie kan je helpen om de impact van emoties en bias te verminderen. Nou, spreekt het jou aan? Hè? Wie spreekt het je aan dat we ook dus naast het traden, hè, dus de trades die Leon heeft laten zien met winst, dan wel verlies, hoe je goed moet managen, hoe je dat gaat tackelen. En hoe dat gaat managen. Dus een soort voordoen, samen doen en zelf doen. Dus voordoen, wij doen het voor, we doen het samen. En je doet het uiteindelijk zelf. Nou, hoe ziet dat in principe eruit? We hebben dus unieke coachingsdagen. Waarbij je dus één op, nou niet één op één, of een kleine groep, dus 10 of 15 meestal. Dat we daar een sessie voor geven. Voor de basis en de beginners. Basis, beginners en de gevorderden. Dus een aparte dag. Daarnaast hebben we dus elke dag hebben wij zowat training sessies met Leonne in een groep. We hebben nog één op één coaching. Dat kan met mij bijvoorbeeld, met Leonne. En daarnaast is het zo dat Leon heeft ook bedacht dat we een kleine groep hebben van 3, 4 of 5 traders samen. Op hetzelfde niveau samen traden. En dat is heel mooi. En dan heb je dus niet het algemene zoals nu, als we met 30 man in een sessie zitten, dat je daarmee overlopen wordt. Nou, virtueel dan door anderen. Maar dan met de kleine groep heb je hetzelfde niveau. Dan heb je veel minder zelf, minder niveauverschillen. Nou, spreek je dat aan? Dus het systeem plus de coaching erbij. Het all-inclusive coachingpakket is dat. Op jaarbasis is het goedkoper. En dat kun je natuurlijk ook op een halfjaarbasis doen. Nou, wil je meer weten? Feel free om ons daar te contacteren. Dus wie vindt het op zich wel interessant om daar iets over te weten? Ik ga er nu niet verder uiteenzetten, maar dan ga ik even jullie de link inzetten. Dus dat is één. Dat is de Calendly die we dan gebruiken. En kun je een vrijblijvende call inplannen. Dus deze voor een vrijblijvende call. Deze. En dan heb ik tot slot nog. We hebben dus een seminar op 5 juli in Huizen. Trading seminar. Dat is dan 5 juli, dan wel een maand later. Dan kun je daar ook meer informatie op zien. 5 juli. Oké, dus dat is deze. En dan ga ik even kijken. Ik geef jou even het woord, Leonne. Kun je nog even toelichting geven van de ontwikkelingen op de markt? Zijn er nog ontwikkelingen geweest op de markt? Naar mijn idee, mijn zinziens zijn er geen ontwikkelingen geweest. Ik zal heel even het scherm delen. Ik zal ook even ondertussen een peiling inzetten. Dus als je straks een cijfertje wilt geven van 0 super slecht tot 10 uitstekend deze sessie. Met de waardering erbij. Dan komt het misschien ook in beeld. Ja, oké. Okay. Kijk, hier zijn weliswaar. Twee blauwe pijlen geweest, maar die zaten in een blauw gebied met een groen bolletje. Nou, of in een blauw gebied. In een rood gebied met een groen bolletje. Nou, in een rood gebied gaan wij nooit long. Hier heb ik twee oranje pijlen gehad, maar die zaten net boven de nullijn. Dat was geen rood en geen blauw. Dus geen idee welke kant het op gaat. Dus hier heb ik geen trade op ingenomen. Hier hebben we nu een blauwe pijl. Met een bolletje onderin, weliswaar een blauwe PMA. Ja, het is een rustige markt. Ik heb hier nog geen positie op ingenomen. Oké, okay, heel mooi. En kan ik jou misschien nog wat vragen? Dus dat is namelijk, je hebt dus horizontale lijnen getrokken. Dat is overigens niet nodig om die lijnen te trekken, om te handelen. Je hebt alleen onze basissysteem nodig. En wat wel een interessant gegeven is, en nu hebben we dus in het midden zie je dus die horizontale lijn die in het midden staat, dus loopt nu een beetje naar boven toe, dat breekt eruit.
Je ziet ook dat de markt een evenwicht of een koorddanser is eigenlijk. Die gaat altijd van koord naar koord, van balans, een soort traploop van één etage naar een ander etage. En je ziet dus dat er altijd key levels zijn waar je op let. En dat is superleuk als je daar naar kijkt. En dan kun je daar ook rekening mee houden. Kijk, er staat ook een S1, dat wordt ook allemaal meegegeven. En die S1 zie je ook dat de markt daar een paar keer heeft gemeanderd. En dat is dan ook heel vaak het geval, dat als de markt bijvoorbeeld bij de PP van boven naar beneden gaat en dan de F1 richting S1 gaat, dat hij dan heel vaak die gaat aantikken of overschrijven, of onderschrijven in dit geval, en dat hij dan weer opveert. Dat is een psychologisch niveau, een pivot point. Nou, leggen we ook uit in ons curriculum. En je ziet dus die horizontale lijnen die we dan trekken, de afstand die de markt aflegt in die bandbreedte. Mocht de markt uitbreken uit zo'n bandbreedte, dan gaat de markt heel vaak niveau doorbreken omhoog of naar beneden. En dan gaat hij dezelfde afstand afleggen. En dat heb ik ook in mijn eigen boeken geschreven en ook uiteengezet. En dat is heel goed, want dat kun je op alles toepassen: op Bitcoin, op de crypto's, op de DAX, op de Nasdaq en van alles nog wat. Dus hartstikke mooi. En voor de rest dus hebben we dus geen spannende signalen gezien, maar je ziet wel over discipline dat je op de 1 minuut grafiek dat je ook ziet de vloeiende lijn is of oranje of blauw. Dat betekent dus dat als je dus een blauwe lijn hebt, tot nu. En we doen een koopsignaal straks in wording. Dat je dus ziet, hey, we hebben een blauwe lijn. Dan mag je niet short zitten. Kijken of je deze trade dan wel of niet neemt. Maar je mag niet denken, oh, de markt is al behoorlijk opgelopen vanaf die S1. Dus ik ga maar short. Nee, die blauwe lijn helpt jou om die trade niet te doen. Dus nou, ik heb in ieder geval een aantal, 36% heeft de enquête ingevuld. Dus ik laat deze even lopen. Kijk, ik zie ook een zesje. Oké, dan mag ik in ieder geval. Mag ik in ieder geval vragen, degene die een 6 heeft gegeven, geef in de chat, wat moet dan beter om dit tot een 10 te geven? Nou, ik zie ook 8, 9 en 10. Dus hartstikke mooi. En wat kan beter om een 10 te krijgen? Nou, bij de hand opmerken natuurlijk, ja, alleen maar winstgevende trades. Dus dat is belangrijk. Maar dat is natuurlijk onzin. Wat ik even wil doen, Leonne, ik zal het kijken wat je gaat doen. Ga je deze twee nog meepakken of niet? Nee, want Henk Korijk komt aan het woord. Ik pak deze trade niet meer mee. Oké, nou Henk, ik wil jou het woord geven, want ik zag een aantal die hadden aangegeven. Ik wil graag weten iets over jouw ding. Dus ik zou zeggen, Henk Lambeau, oude toptrader in bloemen, die zelf de bloemen inkocht en zelf met de vrachtwagen door heel Europa leverde. Dus die heb je helemaal token verkocht. En later dus ook ben jij trader geworden. Je hebt ook af en toe een sessie bij ons gegeven. Ken je ook heel lang. Je bent bij ons binnengekomen bij Optie Academie vroeger met opties. En zei ik vind niet echt mijn ding, ik wil gaan betraden. En sinds die tijd ken ik je al, ik denk meer dan 10 jaar. En dat je ook het pad hebt bewandeld van From Zero to Hero. Dus welkom en virtueel applaus voor Henk. Welkom Nou, Henk. dankjewel. Even aanvullen. Ik wilde niet speciaal daytraden, maar ik deed toen allebei. En het daytraden, of tenminste, dus zeg maar, het snellere werk, omdat ik dat gewend was, dat lag mij gewoon beter dan opties. Dus, en ik vond het ook, mag ik gerust zeggen, ingewikkeld om mee te beginnen. En gewoon daytraden om gewoon de basis te leren en vooral de discipline te leren, want traden gaat allemaal over discipline. Dan kan je beter hiermee beginnen dan gelijk met opties, want dan geef je de moed op omdat het te veel op je afkomt. Dus ik ben hiermee begonnen met het idee van ik ga weer verder met opties. Maar ik vind zelf dat ik daar nog niet aan toe ben. Ik concentreer me voorlopig nog op het daytraden. En vooral ook omdat ik me jaren, ik heb er 6 jaar over gedaan om het boek te schrijven. Dus je kan niet alles tegelijk. Dat zou ik wel willen, maar dat kan gewoon niet. Dus ik heb me geconcentreerd op daytraden en mijn boek. En dat is nu eindelijk af, na 6 jaar. Waar ik erg blij mee ben en erg trots op ben. Kun je even laten zien? Ja, kun je sowieso even laten zien, Henk, dat boek wat je geschreven hebt en wat de doelstelling is, hè? Want je wilde graag de eerste 100 boeken verkopen voor een goed doel, hè? Dat komt uit mijn verleden. Ga ik niet helemaal uitleggen waarom. Maar ik moest voor mezelf een goed doel hebben. En heb ik het zo gedaan.
En dat gaat dus voornamelijk binnen de bekende groep van de cyclustreders waar ik ook zit. Want het moet er niet natuurlijk allemaal gaan, want ik heb er 2000 liggen. De eerste 100 gaat voor 100% naar het Rode Kruis. En dat gaat op zo'n eerlijke manier. Alleen als de mensen minimaal het aanschafbedrag van 69,50 naar het Rode Kruis overmaken, dan krijgen zij pas het boek. Dus ik heb er helemaal totaal geen enkele winst aan. Maar het is dus voor het goede doel. Ook de verzendkosten, waar Leonne, dankjewel, heel netjes nog iets meer heb gestort in de verzendkosten. Want ik heb gewoon rond een tientje gedaan. Maar omdat het een zwaar boek is, in totaal weegt het 1640 gram. Dus het is een vrij duur boek om te versturen, omdat het niet door de brievenbus kan. Maar ik heb gewoon een verzendkosten €10 gehouden. En dat, als mensen mij daarmee tegemoetkomen, krijgen ze het boek. Maar ik zeg, dat zijn voor de 100 eerste exemplaren ja, helemaal pro deo. En wil ik verder even mijn complimenten ook aan Leonne van vanmorgen. Want ik heb die trade dus ook gedaan. En jij ging er keurig op de previous. Jij zegt, ik ga er nu uit. En dat was precies op de previous day low van gisteren. Ik denk, hé, dat is geweldig. Want daar lag mijn TP ook. Ik heb hem dus niet zelf gesloten. Maar hij ging die gewoon precies door die previous day low ging die heen. Dus hij pakte keurig de TP. Dus dat was, ja, en dat bleek ook achteraf, toen ging die weer omhoog. En ik verwacht ook, nou, dat blijkt ook wel, ik kijk even naar links, ja, het rommelt nu. Het zal voor de rest van de dag, heb je heel veel kans dat er weinig los is. Dan kunnen wij dus inderdaad ons gaan concentreren op het belangrijkste punt van het traden, de psychologie. En daar heb ik dus ook mijn boek over geschreven, want psychologie is minimaal 85% van het traden. En dat is het ondergeschoven kindje. In dat de meeste mensen denken, dat dacht ik in het begin ook toen ik begon, aan mijn opleiding begon. Wat is dat voor ons in die psychologie? Doe mij maar een paar regels en dan vind ik het prima. Dan ga ik lekker traden. Maar het werkt niet, want traden zit tussen de oren. En dat blijkt uit alles dat de mensen toch hun eigen regels gaan overtreden. Want dat is het allerbelangrijkste. Als je serieus wilt traden, maak je eigen regels. Kopieer die niet van een ander, maar op maar elke PC en aan elke scherm van mij hangen mijn regels. En daar moet je gewoon aan voldoen, want die zijn voor iedereen anders. Want traden is zo persoonlijk. Het is niet zomaar eventjes, want anders had het al lang ook geautomatiseerd geworden. Maar er komt altijd komt de persoon kijken bij de traden en dat is jijzelf. Dus kijk eerst in de spiegel. Dus morgens, nou ja, goed, de eerste regel bij mij, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar mijn eerste regel is peak performance. Zorg dat je fit bent. En als je niet fit bent, nou is heel makkelijk. Dan hoef je regel 2, 3 en 4 en 5 tot en met 10 niet eens naar te kijken. Want als je niet fit bent, kan je niet daytraden. Kijk, dat is heel wat anders als je op lange termijn zit. Maar zeker op de 1 minuut moet je gewoon razendscherp zijn. En als je niet fit bent, vergeet het maar. Ga het gras maaien en ga morgen weer beginnen. Dat is zo belangrijk. Dus volg jouw regels. En de laatste regel is, volg de regels, net als oudrijden. Indien aan alle 9 regels niet voldaan, en dat zijn er dus hele strakke regels, geen trade. En geen trade is ook een positie. Geen positie is ook een positie. Een neutrale positie. En als je neutraal zit, kun je ook geen fouten maken. Dat is het allerbelangrijkste. Dus knoop dat in je oren. Kijk 's morgens in de spiegel en zeg, hoe ben ik? Hoe sta ik ervoor? Ga ik vandaag traden? En bind jezelf op om fit te zijn. Ik doe het zelf er altijd, vanmorgen ook weer gedaan, even een half uurtje naar buiten bewegen. En dan ja, zijn mijn hersenen weer neutraal en dan zijn ze vol zuurstof en dan kan ik beginnen. Ondanks natuurlijk dat het vandaag wel een rustige markt is, dat wist ik, maar dat is sowieso, ik heb ook andere dingen te doen. Daar begin ik altijd mee. Eerst even jezelf resetten. Dus met een nul mindset, met een schone mindset beginnen. Dat is heel erg belangrijk om impulsive trades te voorkomen, zoals jouw Robert al aangaf. En daar heb je een tooltje voor, hè? Een heel mooi tool heb je Juist, ontwikkeld. inderdaad. Ja, inderdaad, dat heb ik En van mijn welke is coach. dat? Oh, ik heb ze zelfs al omgedaan, want ik hoorde jouw tip. Want ik had dus heel veel last van impulsive trades. En dat komt dus door mijn verleden op de bloemenveiling. Zat ik ook op de tribune. Toen moest ik op de knop drukken, want ik had opdrachten van mijn klanten. Ik moest die bloemen kopen. Dus ik drukte en ja, vaak ging dan daarna de koers nog verder omhoog, omdat er gewoon vraag was. En dat moest ik mezelf afleren. En ja, omdat ik gewoon veel te snel op de knop drukte. En dan heb ik dus een toeltje, nou ja, een toeltje is heel eenvoudig. Ik heb drie elastiekjes om mijn arm. En als je dat tegen je pols laat schieten, dat doet gewoon zeer. En als er één niet helpt, dan laat je er twee of drie tegelijk schieten. En zo heb ik mezelf, want dan gaat er namelijk een signaal gaat naar je hersenen. En je hersenen denken, is het
pijn, of is het 10 seconden wachten? En als je gewoon even tot 10 telt, dan ga je even bezinnen van ga ik deze trade wel doen? En zo worden je hersenen eigenlijk min of meer getraind om rustig te blijven en om eerst tot 10 te tellen. En zo heb ik het mezelf dus impulsive trades afgeleerd. Ik wil niet zeggen dat het 100% over is, maar het is wel 90%. Want vroeger had ik, nou, ik zette mijn PC aan en ik had al op de knop gedrukt, want ik zag een beweging. En ik zat ook, nou, hebben we nog gelachen toen, dat was in Cyprus. En zei Jan Robert nog heel, ja, schrikscherend. Oh, Henk zit op de 1 seconde chart. Nou, 1 seconde niet, maar wel op de 15 seconde chart. Dus ja, natuurlijk zie je een enorme bewegingen. En ja, je zit er veel te snel in. En het enige wat je doet is de broker spekken, want het vliegt op en neer. Dus dat heb ik allemaal afgeleerd. Maar onder andere met dit systeem. En ik zit ook in de iets hogere timeframes. Dus om mezelf rust te geven. Maar ook omdat ik veel indices en forex naast elkaar doe. En dat kan niet in 1 minuut. Maar 1 minuut is perfect om te leren. Want zoals jullie het doen, in een uur tijdbestek wil je niet een uur wachten. En als jij op een dagtimeframe zit, ja, dan kan je soms wel een week wachten tot een trade komt. Ja, Maar 1 minuut precies. is heel goed om de discipline te trainen. En traden is discipline. En zonder discipline kom je nergens. Ik heb bewondering voor de discipline van Leone. Hoe cool ze, nou ja, cool, tenminste wel gedisciplineerd. Zij blijft door te wachten keurig op de rode pijl. En ook te zeggen, ik ga er nu uit. En gewoon heel strak. En dat is heel belangrijk. En daarna, als je dat helemaal heel goed gevolgd hebt, want je kan nooit en nooit alleen met het systeem kan je geld verdienen. Er komt altijd nog een beetje, ja, mindset komt erbij. Maar als je dit goed, die discipline in orde hebt, dan heb je gewoon 90% van de traden heb je al. Je hebt jezelf onder controle. En dat is zo belangrijk. En dan kan je zo goed oefenen met het money-to-work systeem. Ik wou dat het eigenlijk eerder was. Want toen ik ging optietraden, ja, toen kreeg ik zoveel voor mijn hoofd. Maar het money to work, om te beginnen, is het gewoon geweldig. En dat Ja, was het toen nog Alois niet. heeft, ja, Alois Matthijs heeft, we hebben nog een paar minuutjes. Alois Matthijs heeft dat ontwikkeld inderdaad, Market Maker. En ook toen een paar keer mee geweest op trading bootcamps van ons en zo natuurlijk. Ja, want ik kom er één ding, hè. Je hebt een goed doel, hè. Want je hebt nog niet gezegd wat voor goed doel dat is, hè. Want de opbrengst van de eerste 100 boeken gaan naar het Rode Kruis, had je het over? Ja, er hebben een speciale TSEM-groep met Rode Kruis. En dat gaat dus direct naar de oorlogsslachtoffers in de Oekraïne. Want je kan diverse groepen kan je samenstellen. En nou ja, goed, Oekraïne is natuurlijk een hot item. En dat ligt ook een beetje in mijn genre. Omdat ik een jaar of 15 geleden ben ik meegeweest naar de Oekraïne. Helemaal naar de Krim. Toen was de Krim nog gewoon Oekraïens. Ben ik daar geweest om hulpgoederen te brengen naar ziekenhuizen en scholen. Dat was een konvooi van 15 vrachtwagens, volle vrachtwagens, die 3 weken lang door de Oekraïne reden. Voornamelijk Zuid-Oekraïne was het armste gedeelte om daar spullen te brengen. Dus Oekraïne ligt me ook heel vers nog, ja, in het geheugen. En dat deed me ook heel veel pijn dat de juiste Krim werd ingenomen natuurlijk door de Russen. En daarom heb ik dus Oekraïne gekozen. En iedereen die dus doneert, dus gaat het volle bedrag, het is direct naar de oorlogsslachtoffers daar. Want ik heb het met die mensen, ja, daar heb ik toch wel een persoonlijke band, wat in mijn geheugen gegrift is. Dat is, ja, met de vraag, jouw vraag beantwoord. En ik wou ook nog even hebben over de mentale vermoeidheid, waar Jan Robert het net al over had. Dat was een heel goed ding. Dat je 's morgens, als je fit gaat treden, dat je dan vaak 's middags denkt, ik heb speelgeld, ik ga nog even verder en dan knal je het weer. Dat heb ik al zo vaak gedaan en dat hebben hele mensen gedaan. Doe dat niet. Ga het vieren. Want als jij namelijk 's morgens een leuk winstje hebt gemaakt, ga het vieren. Dat betekent, ga wat anders doen. Ga of studeren of ga wat leuks doen voor jezelf. Want dan ben je de volgende dag ben je weer in een goede mindset om weer opnieuw te beginnen. Want je had winst. En het maakt niet uit of het nou 10 punten was of 100 punten, je had winst. En dan ben je de juiste mindset. Maar als je 's middags knalt, dan ga je 's morgens al de volgende ochtend met een negatieve mindset beginnen. Gaat het weer fout? Doe dat niet. Dus pak je punten en celebreer het. Vier het voor jezelf. Je hoeft niet gelijk een paar flesje whisky naar boven te halen, maar vier het op een andere manier in plaats van treden. Dus dat vond ik een Henk? hele goede opmerking voor jou. Ja. Ja, heel goed. En tot slot, hè, wil ik jou het woord geven, maar ook afronden qua waardering. De prijs van het boek, dat is hoger. Dat is normaal gesproken een boek van mij is 29,95. Maar dat is een kleinere boekje.
Hans, samen, kijk, als ik jou, als jou, ik heb jouw boek ook gekocht, hè? Als jouw boek, ik heb ook een caddy meegenomen naar Cyprus weer, want het ding was zo loeizwaar. Nee, maar het is een boek van anderhalf. En wat ik heel mooi vind, dat is, wil ik meegeven, dat de foto's die jij gebruikt hebt, die waren €400 per stuk gewoon, hè? $499 per stuk. Niet allemaal, Precies. maar die heb ik dus aan. Daarom is het boek ook zo duur. A, ik heb er 6 jaar aan gewerkt. Mijn uren worden nooit betaald. Het boek gaat nooit winst opleveren. Maar ik wil dat gewoon goed hebben. Mijn coach zegt wel: Henk, breng het op de markt. Als je niet slaagt, doe je een tweede boek. Ik zeg: nee, zo werkt het niet. Ik wil een goed boek. En ik ben er zelf trots op. Het is nu af. Maar ik zeg: ja, het is zo duur. Want ik moest die foto's op de beurs, mag je namelijk niet fotograferen. Dus ik moest het via officiële fotografen op de New York Stock Exchange moest ik dat aanschaffen. Er zijn twee fotografen die mogen daar fotograferen. Alleen maar een bepaald gebied en bepaalde mensen. Daar hebben ze afspraken over. Nou, ik ging dus, ik belde er eentje. Kan je me die foto's verkopen? Ja, natuurlijk. $499 per stuk. Ik zeg, oei. Ik zeg, denk erover na. Ik denk, weet je wat? Ik bel die andere fotograaf. Nou, exact hetzelfde. Dus ik denk, nou ja, het moet maar. Ik koop die foto's gewoon. Dus ja, het boek dat is gewoon heel duur. Voor mij ook. Het is een enorme investering geweest. Maar ik had het ervoor over, want als ik iets doe, dan doe ik het goed. En ik ben er nou tevreden over. En ik hoop dat iedereen er wat van kan leren. Want het is mijn groter doel is om andere mensen te helpen. En hiermee help ik ze, dat weet ik zeker. Want wat is de prijs van het boek? €69 is dat? 69,50 inderdaad. Ja. En dat 69,50. is eigenlijk een aanbetaling, want het is eigenlijk een schijntje voor mij, maar daar gaat het helemaal niet om. Want ik bedoel, ik vind het, vond het een mooi project om te doen. Ja, ik heb er zelf Nou, ook wat je heel, mag doen. ik heb er heel veel van geleerd. Nou, als iemand interesse heeft, sling even jouw contactgegevens erin. Waar ze dat kunnen doen. Je e-mail bijvoorbeeld. Dan kun je dat kort stemmen, kort afstemmen. Dus. Ik moet zeggen, mijn vriendin, mijn ex-vriendin, die was ook heel behoorlijk onder de indruk over het boek. Het is mooi, heel groot opgezet, goed leesbaar, veel foto's, veel illustraties. En ja, eigenlijk is het boek gewoon onbetaalbaar. En ik vind het echt een heel nobel doel. Dat heb ik vorige week ook gezegd in mijn promo, of in mijn speech toen met jou, Henk. En nou, dus wie vindt het op zich interessant om meer te weten over het boek, hè? En dan stuurt Henk straks ook de site toe naar per mail. Of weet je of je een algemene mail hebt, een algemene website waar ze informatie kunnen vinden. En Nou, anders de stuur. website wordt aangewerkt, maar Hans, die ken je ongetwijfeld, die is op vakantie. Dus het makkelijkste is als de mensen gewoon een mailtje naar mij sturen. En niet vergeten je adres erbij te zetten. Dat vergeten mensen alles. Dan moet ik weer terugmailen, alsjeblieft, je adres, et cetera. Als mensen gewoon een mailtje naar mij sturen naar henk@lambo.com met hun adres en een betaling doen. Die stuur ik dan, ik stuur ik de gegevens dan, maar gewoon gewoon zeggen van, ik heb interesse, dan stuur ik alle gegevens en hoe het moet, et cetera, en betaling doen. En dan krijgen zij zelfs bij Leone was het binnen een dag, kregen ze het boek binnen. Want ja, ik had het 's middags weggebracht een jaar. Hoe laat had jij het binnen, Leone? Gistermiddag rond 2 uur. Nou ja, het is binnen een dag, Dus want ik had het tegen het eind van de middag ingeleverd bij, hoe heet het, PostNL binnen, ja. ingeleverd. Ja, inderdaad. En binnen een dag was het bij jou. Dus ja, dat gaat gewoon heel snel. Dus als mensen interesse hebben, geef mij een mailtje en ik stuur de gegevens. Nou, hartstikke mooi. Ik wens je natuurlijk heel veel. Dankjewel voor je waardevolle toevoeging weer, Henk. En Ja. ik spreek je snel. En ja, ik spreek je natuurlijk ook snel, Leonne. Deelnemers, voor de goede orde. Ga ik wel even doen trouwens. Dat is namelijk onze coachdeelnemers om 3:30 van de sessie van vandaag wordt verplaatst naar morgen vanwege de beurs dat Nasdaq dicht is. En ik wil even de webinar, het webinar van FXFlat. Dat heb ik dus ook doorge. Vanmorgen om 14:15. Dan stuur ik nog even een link in de chat. Dus als je nog wilt blijven zitten, dan kun je daar naartoe. En dan kun je even aanmelden. Mocht je ook aanwezig zijn, dan kun je ook andere markten behandelen. Dus naast de Nasdaq, de DAX of wat dan ook, wat jij zelf wilt. En ik zal even de link inslingeren. Dus meld je daarvoor gerust aan. Dank voor de hoge waardering. Ik zag een kwart van de deelnemers ook 9, 8, een zesje. En nou, dat kan natuurlijk kan nooit iedereen tevreden houden. Maar Arend had aangegeven, wat kan beter? Ja, mij leren winstgevend te worden. Nou, daar gaan we hard aan werken, Leo. Arend, super.
En misschien kun jij toch even tot slot, Aaron, als je een microfoon hebt, te hand nemen. Dus of jij ook die sessies meedoet en met die kleine sessies van Leonne, ook met die training, onze coaching, met de ondersteuning, dat ook echt jou naar een hoog niveau aan het tillen is. Zeker, zeker. De meeste dingen die fout gaan, is mijn eigen schuld. Weet je, want jullie hebben gewoon aangegeven dat het zit. En dan, ja, dan leg je wel niet op. En dan zeg, en ben je in zo'n trade gegaan en zeg: potverdorie, had ik niet moeten doen. En ja, dan loopt het ook mis. Dus die sessies zijn voor mij heel waardevol. Ook in huizen en in waarden. Heel positief. Kan niet anders Henk, zeggen. precies. Nou, ik weet niet of je elastiekjes hebt daar waar je woont, maar Henk die zei van misschien een elastiekje om het pols doen. Als ze iets fout doet, dan even een Ja, elastiekje laten knappen. ik zal er over nadenken. Ja, dus Gewoon doen. Je absoluut. En raakt de er koud lieve. van en het helpt echt. Even kijken, ik zie ook de lieve, zie ik daar ook, hè? Lieve van Horen, ik weet niet of lieve de Ja, microfoon is. hallo, Goedendag, Jan lieve. Robert. Alles goed? Ja hoor, we zijn aan het volgen, hè. Ja, Ja, precies. Dus ook met die cool package, met die coaching en zo erbij, dat je ook helpt om rust te bewaren, dat je beter wordt en dat het voor toegevoegde waarde is voor jou. zo leer je ook uit je fouten, hè. Ze kunnen eruit wijzen en zie je hoe dat de anderen het doen en zo. Ja, leer enorm veel bij, anders moet je het zelf ondervinden en dat vind ik wel veel moeilijker. Zo spaar je wel ja, veel verlies. En als je een keer een minder moment hebt, dan krijg je weer steun van oké, en dan gaat het terug beter. En ja, zo kom je waar we moeten zijn, zeker, hoop ik. Ja, hartstikke mooi. En je doet ook een tijdje mee. En merk je ook dat er verschil is tussen een grote groep training dan met Leon, dus die korte recessies, of niet korte, maar kleine recessies. Dat ook heel veel waarde heeft. Kleine Ja, recessies, hetzelfde in verhaal. kleine groep heb je natuurlijk, kun je zelf nog meer vragen stellen en zie je ook nog wat er meer gebeurt. Een grotere groep is soms iets algemener, maar hoor je ook uit een grotere groep mensen komen ook soms vragen dat je zelf nog niet bij stilgestaan hebt en je leert altijd bij, hè. Maar op kleine groepen, ja, zit je er zelf dichter bovenop en leer je eigenlijk soms nog meer eigenlijk. Dus, Hartstikke mooi, dankjewel lieve. Ik spreek je zo natuurlijk. En nou, als iemand nog anders een microfoon, de microfoon ter hand wil nemen, feel free om dat even aan te geven. En dan heb ik daar even ruimte voor. Ga ik even tot slot kijken in Facebook of daar nog iets is. Dat is namelijk nou, geen opmerkingen. Dus dankjewel. Dankjewel voor het kijken, iedereen. Via Facebook ook. En mag jou in ieder geval bedanken, Leonne. En uiteraard ook Henk. En veel succes en tot de volgende keer. Ik wil ook deelnemers natuurlijk. Super bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer. Heb je meer interesse in ons curriculum, ook met systeem, coaching? Dan kun je ons contacteren via info@moneytowork.com. Einde bericht. En dankjewel, dankjewel. Jan-Robert. Okay, succes Ook goed allemaal. gedaan. Dankjewel, ja. Okay. Dankjewel, Succes. Jan-Robert. Henk, Dag iedereen. dankjewel, hè. Ja. Tot ziens allemaal. Tot ziens allemaal.